De hoogmoedig sterfte is een schande voor deze tijd. Een kaakslag voor de wereld. Een onaanvaardbare indicator van ongelijkheid tussen rijk en arm. Elk jaar sterven minstens 500.000 vrouwen aan de gevolgen van zwangerschap en bevalling. Dit betekent dat elke minuut een vrouw het leven laat omdat ze leven wil geven. Dit kan niet meer. Dit moet stoppen. En nochtans, het kan anders. Er zijn voorbeelden uit Afrika, Ghana, Mozambique bijvoorbeeld, waar men door een betere toegang tot gezondheidszorg, betere toegang tot voorbehoedsmiddelen en vooral meer vrouwenrechten het tij heeft kunnen doen keren. Veel geld is er niet nodig, wel veel politieke wil. Zij wachten op een gezonde baby. Waarop wachten wij om de vijfde millenniumdoelstelling te halen?